Vandaag is het 80 jaar geleden dat honderden slachtoffers van het bombardement op Nijmegen werden begraven in een massagraf. Afgelopen week stond Nijmegen in het teken van de herdenking aan het bombardement dat precies 80 jaar geleden was. Vandaag vond er nog een kleinschalige herdenking plaats op de begraafplaats langs de Graafseweg. Hier bevindt zich namelijk een massagraf waar honderden slachtoffers van dit bombardement zijn begraven. Die begrafenis is vandaag ook precies 80 jaar geleden. Honderden slachtoffers van het bombardement van 22 februari 1944 werden op 26 februari 1944 begraven in een massagraf op begraafplaats Graafseweg. Dit jaar is het bombardement precies 80 jaar geleden. Vandaag is 80 jaar geleden dat al die honderden slachtoffers op deze begraafplaats in de Graafseweg begraven werden. Er waren vier grote massagraven naast elkaar waar honderden mensen in begraven waren. En er was één onbekend oorlogsslachtoffer die in de vereniging een soort afscheidsdienst, een soort requiem bijeenkomst heeft gehad. En toen zijn ze in één lange stoet van duizenden mensen van de vereniging over het Kerstekarelplein naar de Graafseweg, de begraafplaats, getrokken. Het is zo belangrijk omdat al die mensen die omgekomen zijn, die moeten herdacht blijven. Er leven altijd nog nabestaanden, familie, buren, klasgenoten. En daarom is het ook zo mooi dat elk jaar met de herdenking de opkomst groter wordt. Nou, ik was 3 weken oud toen het bombardement was, maar ik ben wel op 2 manieren aan het bombardement ontsnapt. A, had ik in het huis van dokter Peljak om kunnen komen, omdat mijn moeder op 22 februari naar dokter Peljak had willen gaan. Gelukkig werd ze overtuigd om op 21 februari te gaan, maar dokter Peljak is 22 februari gebombardeerd. En op 22 februari zat ik bij mijn groot, of lag al in de kinderwagen, we zouden naar huis lopen, lag ik in de kinderwagen in de Ziekenstraat 7 en 9. Een huis dat ook gebombardeerd is. Maar op het moment dat de bom aan de achterkant vielen, trok mijn moeder net in een impuls de kinderwagen naar de voorkant van het huis. Kijk, de vorige herdenkingen zijn allemaal over de gebeurtenissen geweest, hè? Ook prachtig en enorme opkomsten gehad. Maar dit is vandaag echt de afsluiting van de begrafenis van de slachtoffers op 26 februari. Daarom is het mooi dat het op deze dag precies de herdenking hier plaats kon vinden. Onder de 16 Eritreërs die tot nu toe zijn opgepakt in verband met de rellen in Den Haag is ook een inwoner van Nijmegen. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Justitie verdenkt de aangehouden mannen van openlijke geweldpleging bij zalencentrum Opera in Den Haag vorige week zaterdag. Daar ontaarde toen een bijeenkomst van regeringsgezinde Eritreërs in gewelddadige rellen toen de confrontatie werd gezocht door tegenstanders van het regime. Het onderzoek naar de geweldexplosie is nog steeds in volle gang, zegt het OM. De politie is nog altijd op zoek naar beelden van de rellen om relschoppers te identificeren. Voor inwoners van Heteren, Els en Oosterhout verandert er vanaf maart het tijdstip waarop het oud papier wordt opgehaald. Voortaan start de inzameling van oud papier om 5 uur 's middags. De verandering komt voort uit de nieuwe regel voor chauffeurs over hoe lang ze mogen rijden en moeten rusten. Daarom begint de inzameling nu eerder. Inwoners wordt gevraagd om het oud papier op de ophaaldagen voortaan voor 5 uur aan de straat te zetten. In Molenhoek-Zuid worden nog eens 50 sociale huurappartementen gerealiseerd. Eerder werd er al een overeenkomst gesloten voor 30 huurwoningen op deze locatie, waardoor er nu dus 80 woningen op de planning staan voor de eerste fase van het project. Deze woningen zullen de entreezone vormen van Molenhoek-Zuid. Naast de entreezone zal een nieuwe wijk gaan bestaan uit de deelgebieden Dorpswonen en Wonen aan de Maas. De bouw zal in het laatste kwartaal van dit jaar beginnen. En NEC mag zich weer 3 punten rijker rekenen. Zaterdagavond wonnen de Nijmegenaren in eigen huis van Sparta met een keurige 2-0. Al in de eerste helft werden de goals gemaakt door de jager Dirk Proper en door Kelvin Verdonk. Voor Proper verliep de tweede helft wat minder positief. De middenvelder viel uit met een hamstringblessure. En dat is erg ongunstig voor de bekerwedstrijd in het vooruitzicht die hij waarschijnlijk ook zal missen. Dinsdagavond speelt NEC namelijk de halve finale van de KNVB-beker uit tegen Cambuur. Bij winst staat NEC voor het eerst weer sinds 25 jaar in de bekerfinale. Vanavond tussen 9 en 10 gaan we lekker lang praten over NEC op de radio en op televisie bij RN7. Voorbeschouwen dus op deze wedstrijd met speciale gast van Arno Arts. Ook kun je als kijker en luisteraar vragen stellen voor de mensen in de studio.
En we blijven nog even bij sport. Want het was dubbel feest voor ijshockeyer Nick de Jong van Ahout Devils afgelopen vrijdag. Naast dat het zijn verjaardag was, werd de Jong ook nog eens een keer gehuldigd door de Nederlandse IJshockeybond voor het spelen van meer dan 100 wedstrijden voor Nederland. Een mooie prestatie. En om het feest compleet te maken, won de Nijmeegse ploeg deze avond ook nog eens een keer met 12-3 van Eindhoven. Nick is vandaag gehuldigd als Centurion. En Centurion wil zeggen dat je meer dan 100 interlands gespeeld hebt voor het nationale mannen- of vrouwenteam. En dat heeft Nick gedaan, 128 keer zelfs. Ja, het is een eerbetoon van, natuurlijk, van het Nederlands team altijd. Jarenlang voor het Nederlands team gespeeld. Je wordt gehuldigd omdat je meer dan 100 interlands hebt. Dus ja, wat is 100 interlands? Is gewoon geweldig. Wij vinden het belangrijk om onze helden van de sport eigenlijk te eren. We hebben een Hall of Fame. En dat zijn mensen die iets heel bijzonders gedaan hebben voor het ijshockey. En daarnaast hebben we sinds dit jaar de Centurions. Mensen die 100 keer of meer in het nationale team hebben gespeeld. En daarmee eren wij onze helden. Mensen die het sport belangrijk maken. Die de sport in beeld zetten. Die iets betekend hebben voor de sport. En dat vinden wij belangrijk om die aandacht te geven. Want zonder dat soort mensen is de sport echt helemaal niks. Ja, het is gewoon geweldig dat je het Nederlands team eindelijk de Nederlandse bond eindelijk iets doet voor de jongens die altijd jarenlang iets gedaan hebben voor het ijshockey in Nederland. Niks naast het leven houdig is, dat is gewoon echt een Nijmegenaar. En dat is eentje die gaat ervoor, maar die zorgt ook de rust in het spel. En die maakt ze helemaal niet gek. De meest raarste situatie die je hebt, als een koele bloedige, dan gaat hij gewoon lekker rustig heen. En dat vind ik mooi van Nick, dus altijd die rust. Hij heeft gewoon tactisch heel goed inzicht en hij maakt bijna geen straffen. Hij is gewoon een hele goede speler. Nou, de toekomst sowieso. Je zit Nijmegen ook is met een flinke groei bezig. Vol stadion, altijd super om te spelen voor. Het liefst ga je natuurlijk dit jaar ook kampioen. We gaan er gewoon voor. En je wilt gewoon het jaar daarna dat het allemaal gezond blijft. Dat we niet weer een faillissement krijgen of dergelijke. Dat je gewoon vol ervoor gaat. En het is allemaal positief in ieder geval. Ja, na een vrij regenachtige dag zal de regen vanavond eindelijk de regio uittrekken. Het klaart op en koelt wel flink af. Zo kan het kwik vannacht tot aan het vriespunt dalen. Lokaal misschien zelfs net daaronder. Morgen belooft het een droge dag te worden met veel zonneschijn. In de ochtend kan er nog wel wat laaghangende bewolking of mist voorkomen. Maar die trekt wel vrij snel weg. En het wordt overdag morgen maximaal 9 graden. Ook de dagen erna verlopen vrij aardig. Woensdag blijft het ook nog droog. Er is iets meer bewolking, maar ook genoeg ruimte voor de zon. Ook donderdag zal zo van start gaan, maar later op de dag neemt de kans op wat regen toe. Het is dan wel weer wat zachter bij een graad of 12. Tot zover het NOS Even Regio Nieuws van maandag 26 februari. Kijk voor het laatste nieuws op onze website rn7.nl. En vergeet vanavond dus niet te kijken tussen 9 en 10. En dan gaan we een uur lang praten over NEC in de halve finale van de KNVB-beker. Morgen zijn we weer terug en dan hoor je onder meer welke schrijver dit jaar de Nijmeegse schrijversopdracht krijgt toegekend. Graag tot dan.